Luc de Witte, moeten we daar niet de meeste energie en het meeste geld aan besteden? Aan het zorgen van dat er mensen komen die in de zorg gaan werken, die ons gaan verzorgen? Daar moeten we zeker wat aan doen. En de mooiste manier om dat te doen is te zorgen dat die zorg leuk is en interessant en dus wel sexy wordt. En dat is een van de dingen waar we natuurlijk veel aan proberen te doen. Mm-hmm. Ik denk alleen dat wij binnen een niet al te lange tijd gewoon de mensen überhaupt niet hebben. Zelfs als iedereen die nu van de middelbare school afkomt in de zorg zou gaan studeren in richting in de zorg, dan is nog niet genoeg. Nee, maar u bent hoogleraar. Het is aan u om te bedenken wat er dan wel moet gebeuren. Ja, we moeten dus innovatieve zorgconcepten bedenken. Ja, de sfeer heerst nu een beetje hier in dit land van grenzen sluiten en vooral op onszelf richten. Moet de hulp in de zorg van buiten komen? Die kan voor een deel van buiten komen, maar ik denk dat dat helemaal niet hoeft. Ik denk dat we prima in staat zijn om hele innovatieve dingen te bedenken, waardoor we het gewoon slimmer, beter en anders doen. Okay. Erik Joosten is multinational, hè? Zit niet alleen in Geleen, maar ook in Kopenhagen, in Tunesië en in Amerika. Ja. Wat is het verschil tussen Amerika en de situatie in Parkstad? Ja, in Amerika is de marktwerking natuurlijk nog verder doorgevoerd. Goed voor de innovatie, zou je zeggen? Ja, tot een bepaalde hoogte denk ik wel. Ik denk dat de prikkel daar is om beter te zijn dan je buurman. Die zit er heel diep in en dat is in de zorg hier nog niet altijd het geval. Ook in de ziekenhuizen? In Amerika ja, is dat ook in de ziekenhuizen zeker het geval. Hoe krijg ik mijn toekomstige cliënten, hoe krijg ik die in het ziekenhuis? Klanten werven echt? Ja, echt klanten werven. Ja. En daar denken ze hier nog helemaal niet over na? Minder dan daar, denk ik. Ik denk dat ze hier eerst andere zorgen hebben dan echt te kijken hoe ik het beter doe dan de buurman. En het personeelsprobleem, dat is daar natuurlijk niet? Dat zal daar ook op een gegeven moment wel komen. Maar er wordt ook heel veel aandacht besteed aan de echte Amerikaanse natuurlijk. Aan rankings met wie het beste ziekenhuis is. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de werknemer. Dus er wordt heel veel aandacht aan besteed. Mm-hmm. Ziet u die sfeer zitten hier in Nederland? Zo'n competitieve Amerikaanse marktsfeer? Ja, dat is een hele persoonlijke voorkeur. Ik ben daar niet zo weg van. Maar het heeft natuurlijk wel een aantal, het heeft wel wat voordelen. Ja. Want in de kern, is zorg een sector waar je met winst zou moeten bezig zijn en met efficiëntie? Of draait het in de zorg eigenlijk om andere kernwaarden? Ik denk zeker met efficiëntie. Of je dat moet vertalen in winst, dat is een kwestie van politieke voorkeur. Maar dat, het maakt het leven wel makkelijker. In het bedrijfsleven heb je een leidend principe, dat is winst. En daar kun je alles aan ondergeschikt maken. Ik denk dat de directeur van het ziekenhuis het veel moeilijker heeft. Er zijn veel meer belangen. En dan komt het bulkwoord kwaliteit op tafel. En probeer dan maar eens te onderzoeken wat daar leidend is. Dat is voor iedereen anders, dus subjectief, objectief. Dus u zou het liefst het leven samenvatten onder de noemer winst en dat als leidend principe? Ik denk dat dat niet het enige is, maar dat dat wel helpt om beter te worden. Want ik denk dat de prikkel moet zijn om continu te verbeteren. En zeker de problemen die Luc ook aangeeft. We moeten wel, want we hebben dadelijk de handjes niet meer. Dus we moeten beter worden met de zorg, anders gaat het niet meer werken. Over die handjes gesproken. Guido Knols die vindt de zorg zeker nog sexy genoeg. Hij was computer WizKid in de ICT en was nu billen. Is dus WasKid geworden. En hij staat bij Kim Noor. Hoeveel mensen verklaarden u in godsnaam eigenlijk voor gek toen u aankondigde dat u ging poetsen in de zorg? Veel. Ik bedoel, het is niet een logische stap om vanuit de ICT naar de zorg over te stappen. En zeker niet als poetshulp. Dus ja, in eerste instantie werd ik een beetje voor gek verklaard. Ja, dat klopt. Maar waarom deed u het eigenlijk dan? Ik weet direct aanleiding was dat ik ontslagen werd als programmeur. Maar ik vond prima werk, maar ik had er geen voldoening van. En mijn vrouw werkte in de zorg en die had altijd geweldige verhalen als ze thuis kwam. En ik had niks te vertellen. En dat heeft me geïnspireerd eigenlijk. En dus de overstap was eigenlijk voor mij uitgezien niet zo vrij logisch eigenlijk. Waar zijn andere Guido Knolsen van deze wereld, zou je bijna zeggen? Maar goed, u bent dus begonnen letterlijk met poetsen, dus heel, heel basis. En toen? Dat beviel heel erg goed. Ik kwam vrij snel bij dementerende thuis. En op de een of andere manier lukte dat gewoon. Ik had geen kennis, maar desondanks wist ik gewoon toch nodige te bereiken. En van daaruit ben ik de opleiding gaan doen eigenlijk. En wat precies wist u te bereiken? Op welke manier uitte zich dat? Nou, er was bijvoorbeeld één mevrouw, daar kwam niemand binnen. En het heeft wel 2 weken geduurd, maar uiteindelijk kwam ik binnen. En ik bedoelde alleen al dat al. Na een verloop van een aantal maanden kon ik eigenlijk alles. Ze liet alles toe, wat betreft poetsen in ieder geval, want dat was al een probleem. Maar ook andere zaken, medicijnen wilden ze niet nemen, dat lukte me ook. Officieel mag het niet, maar onder begeleiding van een verzorgende ging dat dan. En op die manier wist ik dingetjes te bereiken.
En inmiddels heeft u een opleiding gehad en wat bent u nu? Ik ben verzorgende IG, individuele geneeskunde. Ik werk in een zorgcentrum Tobias. Ja, dus en dat levert wel meer voldoening op? U heeft nu ook verhalen om thuis met uw vrouw te delen? Ja, ik heb iedere dag verhalen, genoeg verhalen, absoluut. Maar ja, er zijn nog veel meer mensen zoals u nodig. Wat zou u tegen iedereen willen zeggen die het overweegt? Voordat ik aan de zorg begon, had ik er niet gedacht dat ik dat ooit zo leuk zou vinden. Maar het is iets dat je moet ervaren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is een heel negatief beeld. Ook mede door de laatste jaren, denk ik, wat er allemaal misgaat in de zorg. Maar ik denk, dat beeld klopt niet. Er zijn heel veel positieve kanten. En wat er bijvoorbeeld gezegd wordt, onderbetaald. Ja, het is geen vetpot, maar ik vind het ook niet onderbetaald. Je hebt toch een aardig inkomen. Alhoewel ik wel vind dat je een verschil moet maken tussen bijvoorbeeld een verzorgingscentrum en een verpleeghuis. Want wat is het verschil? Verpleeghuis is veel intensiever qua werk. Zowel fysiek als psychisch. En je bent doodop als je thuis komt. En dan vind ik het wel onderbetaald. Terwijl als ik bekijk het verzorgingshuis waar ik werk, het is prima te doen allemaal. En dan denk ik, vind ik het naar rato ook een prima inkomsten. En op welke manier denkt u dat innovaties, waar de heren het zojuist al de hele tijd over hebben, nog kunnen bijdragen om misschien toch die mensen nog die twijfelen het laatste zetje te geven richting zorg? Nou, er zijn al een hele hoop innovaties die wat de zorg verlichten. Ik bedoel, denk aan tilliften, insulinepennen bijvoorbeeld. Dat neemt al een hoop tijdsdruk weg, maar ook fysieke inspanning wat je verricht. En ik denk als daar ook eens een beetje wat meer de nadruk op gelegd wordt, misschien, ja, ik weet niet, misschien dat ook helpt. Oké, dankjewel en veel succes. Meneer Knols, over die vetpot gesproken, gebruikt u ook nog steeds de bedpan? Even, ja? Dat is toch vervelend. Ik kan me niet voorstellen dat er na een jaar denken over die bedpan nog geen concrete oplossing heeft. Even een tipje van de sluier, alleen voor ons hier. Nee, dat kan ik niet zeggen. Iets met een tuit of iets met een... We hebben met de hogescholen samengewerkt met studenten en er zijn heel veel oplossingsrichtingen en dat moeten we nu proberen naar een product toe te leveren. Nou. Het komt. Komt u over een jaartje nog maar weer terug? Ja, dat is goed. Waar woont u? Woont u ook in Parkstad? Nee. Nee. Hartje Maastricht. Zou u, als u over heel veel jaren zorgbehoevend wordt, ogenblikkelijk naar Parkstad verhuizen, omdat hier met die zorgacademie die regio natuurlijk voorop gaat lopen op dat gebied? Nou, ik heb mijn ouders die in Maastricht woonden dringend geadviseerd om in deze regio te gaan wonen. Serieus? Eén van de twee is inmiddels niet meer, maar mijn vader die woont hier vlakbij. Ja, dus. Kijk. En die kwam uit Maastricht. Dus. Nou. Toch nog een mooie afsluiting. Dank, dit was het jaar van de vlinder. Kom allemaal in Parkstad wonen. Daar kunt u luxueus ziek worden en geholpen worden op een innovatieve manier. Check de website www.jaarvandevlinder.nl voor nog meer informatie over dit onderwerp. Interviews, artikelen, video's. En tot een volgende vlucht van de vlinder hier in Parkstad. Adieu.